Zo, hier ben ik weer met weer een nieuwe video. Dit keer over snijbiet. Want ik ga vandaag in mijn moestuin snijbiet zaaien. En het leek me wel leuk om jullie daarin mee te nemen. Ik vind snijbiet namelijk een hele bijzondere groente. Hij ziet er prachtig uit en je kunt er alle kanten mee op. Dus kijk zeker verder voor tips. En ik ben benieuwd of jij het ook gaat kweken in jouw moestuin. Dus laat dat vooral weten in de reacties. In april en mei zaai je snijbiet direct in de volle grond. Snijbiet is een bladgewas en doet het op alle grondsoorten goed. Alleen al om zijn looks zou je snijbiet in de moestuin zetten. Op pagina 86 van editie 2 van Stadstuinieren, die deze week is uitgekomen, vind je een tof artikel over snijbiet. Daar kun je alle zaaitips nog eens nalezen en leuke weetjes terugvinden. Met een tasje gevuld met de snijbietzaden, een schepje, een plantensteker en een gieter in mijn hand, geniet ik van een wandeling onderweg naar mijn moestuintje. Snijbiet is meestal rood, maar het bestaat ook in andere kleuren. Wit, geel, oranje, groen, roze en paars komen ook voor. De smaak van snijbiet is vergelijkbaar met de smaak van spinazie. Eenmaal aangekomen richt ik mij op het stukje waar ik de snijbiet ga zaaien. Ik zorg ervoor dat ik het stukje grond eerst onkruidvrij maak. De bovenste laag grond woel ik vervolgens een beetje los. Snijbiet wordt redelijk groot, dus rekening houden met afstand is aan te raden. Een afstand tussen de zaden van 15 tot 20 centimeter is ideaal. Ik verdeel het stukje grond in vakken van ongeveer 30 bij 30 centimeter en per vak zaai ik vervolgens in de vier hoeken een zaadje ongeveer 1 tot 1,5 centimeter onder de grond. De zaden van snijbiet zijn vrij groot en lijken veel op die van spinazie. Als alle gaatjes gevuld zijn, doe je de zaadjes dicht en druk je het nog eventjes goed aan. Geef vervolgens goed water. Je kunt er ook voor kiezen om snijbiet binnen voor te zaaien en later uit te planten. Zo heb je nog wat achter de hand in het geval dat de zaailingen van snijbiet buiten opgegeten worden door bijvoorbeeld slakken, want die zijn daar dol op. Tijdens het voorzaaien zaai ik per bakje één zaadje. Heb je alleen een kleine tuin of een balkon en wil je wel graag snijbiet kweken? Weet dan dat je snijbiet ook kunt kweken in een pot of bak. De pot hoeft niet in de volle zon te staan. Een plekje in half schaduw kunnen de planten goed verdragen. Snijbiet is lekker in een salade. Gebruik daarvoor vooral het jonge blad. Je kunt de bladeren ook verwerken in een pastasaus of mengen door de risotto. Ook op een pizza smaken de bladeren heerlijk. Zoals ik al zei, je kunt er alle kanten mee op.